heb dus gezien dat kinderverjaardagen, dat is een soort prestigestrijd tussen ouders. Wie geeft de tofste party voor het kind? En dat begint al bij die verjaardagskaart. Ik krijg een verjaardagskaart op de mat van Chris Junior. Die wordt 1. 6 maanden van tevoren, hè? Nee, maar dat kind kan nog touwtjes springen met zijn navelstreng, maar ik krijg dat ding al. Ik kreeg een uitnodiging op de mat. Dat leek wel een uitnodiging voor het Tomorrowland Festival, man. Serieus, hè? Er kwam allemaal confetti, knalde eruit. Martin Gerricks kroop nog net niet uit die envelop. En dan zo'n kaart en dan is dat kind erop gezet met 2 van die peacehandjes zo. En dan allemaal van die feestattributen erin gefotoshopt. En dan zo'n schreeuwende tekst. Mijn naam is Chris Junior. En ik word binnenkort 1. En ik drop een koude dikke party. Het wordt lit. Bieder, of je krijgt de rest van je leven spijt. Je vader, die krijgt spijt dat hij geen condoom heeft gebruikt.